Kreis Kleef heeft de bouwaanvraag van een projectontwikkelaar afgewezen voor 12 200 meter hoge windturbines aan de Nederlandse kant van het Rijkswald. Dit gebied is ook geen windturbinezone meer in het ontwerpregioplan van de provincie Düsseldorf. Maar in datzelfde plan staan nog wel zulke zones bij Nierswalde en Rijkswalde aan de oostkant van het Rijkswald. Op 7 december vindt een planningsanschuus van de provincie Düsseldorf plaats, waarin het ontwerp aan bod komt. Tegenwind Rijkswald zal daarbij aanwezig zijn. We zijn een Duits-Nederlands burgerinitiatief en wij zijn gewoon tegen de windturbines in het Rijkswald. En er zijn nu plannen om dus wel windturbines te gaan bouwen weer, bij Nierswalde en bij Rijkswalde. Maar die komen ook vlak tegen het Rijkswald aan te staan. Dus niet echt in het Rijkswald, maar wel vlak aan de grens. En op het moment dat daar gebouwd gaat worden, dan kan het zijn dat het bos dus toch weer voorbelast is. En dat Abelwind weer de plannen uit de kast kan trekken. En dat gebeurt wel vaker in Duitsland. Als op een gegeven moment ergens een windturbine staat, dan is het gebied toch al verpest. Dus dan kunnen er wel meer gebouwd worden. Nou, wat er gebeurd is, is dat voor de Kartspielerweg staan de plannen voor de 12 windturbines nu in de ijskast. De bouwer, Abelwind, heeft besloten om dus toch niet te gaan procederen tegen de bezwaren van het bouwplan. Dus die hebben de plannen eigenlijk nu in de ijskast gezet. Dat betekent nog niet dat ze van de baan zijn, maar ze zijn in ieder geval niet zo zodanig dat ze dan nu gaan bouwen. Nou, het struikelblok ligt dus echt bij de plannen in Nierswalde en Rijkswalde. En daar voeren we dus nu ook actie op. Nou, er zijn inmiddels ook behoorlijk veel Duitsers bij de groep gekomen. En die zijn natuurlijk ook erg actief daarin. Want ja, het speelt voornamelijk in de Duitse politiek alles. Dus Duitsers kunnen we natuurlijk goed gebruiken. Kleef die heeft nog niet echt heel duidelijk stelling genomen. Die zijn wel een beetje tegen, maar hebben nog niet officieel kenbaar gemaakt dat ze tegen zijn. Dus het is ook de vraag hoe dat verder gaat. En vanuit Noord-Rijn-Westfalen moeten er windturbines komen. En dus er zal ook druk zijn vanuit de landelijke politiek dat hier gebouwd moet worden. En de provincie dus inderdaad.